Staatsoliemaatschappij NV heeft aan de bewoners van Brokkepoende een tegemoetkoming van 3,7 miljoen SRD gegeven voor de extreme wateroverlast van het vorig jaar. Tijdens een rondleiding voor de media vanuit Staatsolie is dit gedeeld met de pers. Het verslag komt van Sifra Goudland. Staatsolie was het vorig jaar genoodzaakt om de kleppen van de dam te openen omdat er te veel water in het stuwmeer was door aanhoudende regenval. Vanwege het spuien en ook nog de normale regen waardoor de rivier buiten haar oeverstraat, wilden de bewoners van Brokkepoende, maar vooral de dorpen, in de omgeving van de dam compensatie vanuit Staatsolie. Nawin Debbie Persat, manager Power Reliability van Staatsolie Power Company Suriname SPCS, geeft een uiteenzetting wat Staatsolie precies heeft uitbetaald aan de bewoners. Toen zeg maar de situatie zich normaliseerde, heeft Staatsolie een bijdrage geleverd van 6000 SRD aan elk huishouden. Toch in totaal waren er bijna 200 huishoudens om hun huizen schoon te maken. En daarna was er een tweede donatie geweest van SRD 25.000 per huishouden voor een aanschaf van kritische inboedel, zodat ze weer eigenlijk in hun huizen konden gaan wonen. En dat was de tegemoetkoming vanuit het bedrijf. En deze is namelijk de derde geweest wat dan vanuit de regering heeft plaatsgevonden om kostgrondeigenaren ook een tegemoetkoming te geven. Schoonmaak en inboedel was al sedert vorig jaar afgerond. Die van kostgrondeigenaren, dat moest nog plaatsvinden. En die is recent opgeleverd. De betalingen hebben vorige maand nog plaatsgevonden. Ik heb wel begrepen dat we nog 6 mensen hebben die nog hun geld nog niet hebben. Maar dat maken we dan komende week in orde via een overleg met de werkgroep. Staatsolie weet dat de droge tijd bijna voorbij is en heeft daarom continu inspecties op en rondom het Brokkepoende stuwmeer en de dam. De dam heeft een lengte van ruim 1900 meter met 16 hulpdijken en het stuwmeer zelf heeft een wateroppervlakte van 1560 vierkante kilometer. Het water in het meer kan tot maximaal 269 voet gaan en minimaal dalen tot 240 voet. Volgens de meteodienst zou op zich de kleine regentijd rond deze periode tot midden januari er zijn. Debbie Persat zegt dat Staatsolie daarvoor meer managementprotocollen heeft. In de regentijd is de verwachting dat het waterniveau in het stuwmeer gaat toenemen. En dat moet je dan heel strak gaan volgen, zodat je ook tijdig eigenlijk de acties kan gaan ondernemen. Wat eigenlijk nodig is in dit geval te doen. Zolang je het operationeel maximum niet neigt te benaderen, dan hoef je eigenlijk geen zorgen te maken over het maximum. 264 voet. En zolang je dat niet neigt te benaderen, dan zou je eigenlijk geen zorgen hoeven te maken over een spuioperatie. Maar je weet maar nooit wat de regenval dan werkelijk zal zijn. En daar moeten we gewoon scherp op blijven. Het minimum, zeg maar, je operationele ruimte is tussen de 240 en 264 voet. En momenteel zitten we op 255. Wat ver boven het minimum is en ook aardige ruimte biedt onder het maximum. Dus we hebben genoeg flexibiliteit en anticiperen niet op een dergelijke situatie. Staatsolie zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het overtollig spuien van water tot een minimum beperkt blijft. Vandaar dat ondanks de droge tijd er continu inspecties worden gepleegd.